Sinterklaas, welkom terug in Nederland. Dag Sterre, ik ben blij jullie weer te zien. En natuurlijk dadelijk al die kinderen helpt de Kuikse Maaskade. Ja, en al die kinderen hebben er ook zin in om u weer te zien. Als ik gisteravond heb gekeken in mijn e-mailbox en alle briefjes die binnen zijn gekomen en de pieten die al langs de huizen zijn geweest, hebben de kinderen er heel veel zin in. Maar niet bij ieder kind komt Sinterklaas. Bij sommige kinderen komt de kerstman. Spreken jullie dat samen af of hoe zit dat? Nou, wij zien elkaar eigenlijk nooit, want wij vertrekken op 5 december 's nachts en de kerstman komt pas een paar weken later. Ja. We houden wel eens af en toe door het jaar wat e-mail en FaceTime-feesten. Of FaceTime. FaceTime, ja, ik moet dat allemaal even aan wennen aan al die moeilijke, ingewikkelde communicatiesoorten dit jaar. Maar wij zien elkaar eigenlijk nooit, want hij komt vanuit het noorden en wij gaan weer terug naar het zuiden. Dus wij kruisen elkaar de wegen, net voordat we elkaar zouden kunnen zien. Maar er zijn wel afspraken over, ja. Want u gaat natuurlijk terug naar Spanje. Wat doet u in Spanje? Nou, we gaan 3 weken duurt ongeveer de reis. En dan gaan we ondertussen alle tekeningen nog eens heel goed bekijken. En dan gaan we bekijken in welke kamer ze komen. Want er zijn kinderen die hebben hele mooie knutselwerkjes. Er zijn tekeningen die over de boot gaan. Er zijn tekeningen over cadeautjes. En die sorteren wij allemaal. En dan bepalen we op de boot in welke kamer. Dan worden ze in dozen gedaan. En vervolgens gaan ze dan in het huis, net als je gaat verhuizen, naar de juiste kamer. En we rusten natuurlijk op de boot even uit. En omdat ik op 6 december jarig ben, hebben wij een heerlijk feestmaal. En ik zal even verklappen, kinderen. Dat is pepernotensoep, tai-tai salade en een heerlijke dressing van oude pepernoten. Met een vleugje olijfolie en een beetje Spaanse sinaasappelsap eronder door. Verrukkelijk. Dat klinkt heerlijk, Sinterklaas. Elk jaar brengt u natuurlijk cadeautjes mee, maar dit jaar ging er wat mis. De cadeautjes, ja, wat was er gebeurd? Ja, Sterre, dit is een verhaal, lieve kindertjes. Jullie hebben dat op het Sinterklaasjournaal kunnen zien. Een vreselijke storm, een hele week lang. En omdat wij zoveel cadeautjes mee hadden, sloegen er een heleboel cadeautjes die op het dek lagen overboord. En wat was nou het geval? Gelukkig stond de wind goed. Dus alle cadeautjes zijn weer aan land gekomen. Maar er waren er ook cadeautjes bij. Papiernat, cadeautjenat. Die zijn allemaal weer gedroogd in het Pietenhuis. En we zijn gelukkig, hebben we alle cadeautjes weer terug kunnen vinden bij de kinderen. Dus u kunt mij beloven dat Quint, Jasmine, Lena, Marloes en papa Ronald hun cadeautje krijgen? Eens even denken. Ja. Dat zijn hele bekende namen. En daar hebben we natuurlijk hele passende cadeaus voor. Die garantie, die kan ik jullie wel geven. En David? Ja, David is nog heel klein. Die snapt het nog niet helemaal, want hij is pas net 8 maanden. Maar ik hoop hem straks te gaan zien. Ik sta hier op de voetveer Zelderust. Maar, kapitein, waarom staan we hier? Waar staat u op te wachten eigenlijk? Nou, wij staan te wachten op alle pieten. Die gaan we meenemen naar Kuik. Om ze daar af te zetten. Aha, maar Zelderust is een prachtig voetveer. Maar passen alle pieten daar dan op? Nou, niet allemaal. Maar we kunnen er een aantal meenemen. En ik zie in de verte, zie ik al pieten aankomen. Zijn die van u? Die gaan met ons mee, ja. Ah, en dan onderweg naar Kuik. En dan gaan wij onderweg naar Kuik. Maar waar is Sinterklaas dan? Die komt er nog. Die komt wel, maar waar is die nu dan? Met ons mee. Nee. Maar heeft hij dan zelf wel een goede boot? Ja, die heeft ook een hele goede boot. Maar die heeft ons vooruit gestuurd. Oh, oké. Nou, dank u wel. Ja, op naar Kuik dan maar, hè? Dat gaan we doen. Ik zit hier op de Pietenboot en we zijn onderweg naar Kuik. Nou ja, de Pietenboot. We zitten op het voetveer Zelderust. En Piet, we varen naar Kuik, maar waarom? Waar is Sinterklaas? Sint-Nicolaas zit momenteel op de boot, samen met nog heel veel andere Pieten, onderweg naar Kuik. Oh, gelukkig. Ja, en hij heeft aan mij gevraagd om met een aantal Pieten, met de Zeldenrust, dat is het voetveer. Sint-Nicolaas heeft ook Zeldenrust, wij ook. Dus wij vonden dat wel heel toepasselijk om met de Zeldenrust naar Kuik te varen. Ah,
omdat jullie het zo druk hebben nu. Ja, we hebben het ontzettend druk. Gisteren zijn we aangekomen, hebben jullie allemaal gezien waarschijnlijk. En Sint-Nicolaas is nu met de boot, met een heleboel pieten en pakjes, onderweg naar Kuik. Als het goed is, vaart hij achter ons aan. Want wij zijn een half uurtje ongeveer eerder in Kuik als Sint-Nicolaas. Maar ik zie hem nog niet. Gaat het dan wel goed? Dat hoop ik wel. Maar ik kan hem bellen straks om te kijken of dat het allemaal wel goed gaat. Dat hij niet toevallig de verkeerde kant uitvaart. Heeft Sinterklaas ook een telefoon bij zich dan? Sinterklaas heeft ook een telefoon. Sinterklaas heeft een echte telefoon. Daar gooien we geen muntjes in, maar pepernoten gaan erin. En die werkt fantastisch. Ah, dat is goed nieuws. Sinterklaas heeft wel een heel goed geheugen, of niet? Ja, Sinterklaas die vergeet bijna niets. En als hij iets vergeet, dan zijn er nog heel veel pieten die hem dan een keer op zijn schouder kloppen en zeggen: Sint-Nicolaas, het is zo en zo, hè. De vergeet niet, Piet. Die hebben we. En die weten alles. Die weten alles. Ja. Piet, ik zie, we zijn bijna in Kuik. Wat gaat u zo meteen allemaal doen dan, voor de Sint er is? We gaan met de kinderen gaan we liedjes zingen. We gaan een spel doen met de kinderen. We gaan samen met de kinderen gaan we uitkijken naar de komst van Sint-Nicolaas. We zijn denk ik een half uurtje eerder. Dat betekent dat wij een half uur met de kinderen bezig gaan. De pieten die gaan zich alvast vermaken met de kinderen. En ik zal dan wel wat liedjes gaan zingen, wat pepernoten strooien. Dat is altijd een heel gezellig half uurtje. Nou, gelukkig. En Sinterklaas, die komt echt, want ik zie hem nog steeds niet. Ik ga kijken. Ik zie hem niet, maar ik twijfel er geen moment aan dat hij komt. Gelukkig. Nou, dank u wel, Piet. Graag gedaan. Dat was even lekker. Heeft u lekker geslapen, Sinterklaas? Ik heb even een 20 minuten de ogen dicht gedaan. Daar ben ik goed van opgeknapt. Want het was zeker wel druk in Dokkum gisteren. Het was heel druk in Dokkum. Je kon bijna over de hoofden lopen. Het was echt heel druk. En dan word je toch als Sinterklaas op een gegeven moment ook moe van. En we moesten natuurlijk weer alles inpakken op de boot van Dokkum naar Kuik. En daar zijn we bijna. En daarom moet ik weer fit zijn voor al die kinderen natuurlijk. Wat vond u gisteren nou het leukste wat u heeft gezien in Dokkum? Nou, ik vond die survivalbaan heel mooi. Ik vond die showband heel mooi. En ik vond die dans met die kinderen in het blauw, die vond ik heel mooi. Want daar heb ik ook echt, ondanks het feit dat het hard regende, ben ik daar even extra voor stil blijven staan. Kinderen, geweldig. Maar kan dat, dat ik zeg van vast oefenen voor de Pieterschool, dat ik, ja? Ja. Yes. En zie je daar ginds, die boom? Ja. En daar recht tegenover, daar is de Kuikse Kade.
Nicolaas, ik zie je al staan. Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer. Ik hoor helemaal niets. Is Piet de enige die aan het zingt? En roept ons reeds toe. Wie zoet is, krijgt lekkers. Hoor je dat ook, Piano? Sint-Nicolaas, kom ook eens bij mij. En rijd dan iets stilletjes ons huisje voorbij. Wie wil Sint-Nicolaas gaan bellen? Nou moet ik iemand uitzoeken natuurlijk. Oh, dan gaan we de burgemeester laten bellen. Dat wordt lachen. Hier heb ik er een. En ik weet zijn nummer. Weet u zijn nummer ook? Kent u zijn nummer? Dan zou ik het even moeten opzoeken. Nou, dan mag u van mij wel. De burgemeester heeft zelfs zijn nummer. Kun je nagaan. Die heeft het telefoonnummer van Sint-Nicolaas. En anders zal ik het eventjes uit mijn hoofd doen. Ja, doe dat maar. Nou. Dit is de voicemail van Sinterklaas. Ik ben het even niet, want ik ben mijn haren en mijn baan aan het kammen. Spreek die in naar de zin. Oh! Dan krijgen we de voicemail van Sint-Nicolaas. Het nummer was wel goed. We gaan kijken. Ik ga eens even kijken of dat hij daar is. Water, want daar moet hij toch komen. Sinterklaas, ja. Oh, oh, oh. Sinterklaas. Waar bent u? Oh ja, ik zie hem. De pakjesboot. Kunnen jullie hem ook zien daarboven? Ja. Kunnen jullie hem daar ook allemaal zien? Ik loop even naar jullie toe. Nog een keer. En allemaal zwaaien. 1, 2, 3. Ja. Daar is Sinterklaas. Ja, daar is Sinterklaas. Zwaaien jongens met z'n allen. En misschien kunnen we even een lied zingen. Een gemakkelijk liedje. Een gemakkelijk liedje. Nicolaas, Sint-Nicolaas, hier staan we. Ja, dag Sint-Nicolaas. Oh, wat hebben u gezien Sint-Nicolaas? Hoeveel kindertjes dat er staan? Kindertjes, zeggen jullie eens allemaal, dag Sint-Nicolaas. En nou een keer heel hard. Ja, geweldig! Geweldig! Sinterklaas! U mag voeten op de Kuikse bodem zetten. En dat doet u met het grootste plezier, zie ik. Welkom in Kuik, Sinterklaas. Wat fijn dat u er weer bent. Oh, kijk. Ja. Welkom. Heel blij om weer hier te zijn hoor. Al die lieve kinderen, mooi weer hebben we meegenomen. We zijn er heel blij mee. Wij zijn ook heel blij dat u er weer bent, Sinterklaas. Want vol verwachting klopt ons hart. Groot of klein, spanning zal er zijn. Ja, en zo is het. Maar Sinterklaas is er en het feest kan volgens mij beginnen. Wij zijn hier in Kuik. En ik hoorde van mijn wegwijspiet dat het in de grote straat, in een grijs verleden, de Via Granda, dat het daar een beetje een rommeltje is. En een fijne bijkomstigheid is, heb ik mijn snuffelpiet en mijn opgraafpiet en mijn archeopiet
van de afdeling Romeintiek hebben daar een Romeins badhuis gevonden, althans resten ervan, en een stuk van de oude weg. En Sinterklaas heeft voor u een cadeautje meegenomen. U mag dat gerust in ontvangst nemen, want het is onder de 3000 euro. En dan heb ik begrepen, mag dat. Dan is het een relatiegeschenk. Ik zou zeggen, pak het maar eens even uit. En wat hoort nou bij een Romeins badhuis? Een Romeins bad-eentje. Ja. En daar zitten scherven van het bad-eentje in. U kunt dat vanavond thuis eens even rustig reconstrueren. Ja, dankjewel Sinterklaas. En fijn dat u al die archeopieten heeft meegenomen, want die hebben we de komende dagen nog heel hard nodig. Hebben jullie schoen al gezet? Ja. Ja, zat er nog iets in? Ja. Een cadeautje? Ja. Oh, wat leuk. En had jij je schoen al gezet, meneer? Ja. Ja. Wat zat erin? Pepernoten. En waar zijn je pepernoten al? Op. Waar zitten ze? In mijn buik. Nou ja. Had jij ook pepernoten gehad? Ja. Ja? En nog een chocolaatje erbij. Nog een chocolaatje? De Piet hebben jullie wel verwend, hè? Hallo meneer. Ja. Wie bent u? Ik ben de vader van deze kinderen. Oké. Ja. En heeft u ook een schoen gezet? Ja, maar die was te groot. Dan komt te veel in. En toen zei Sinterklaas, ik doe er een pepernootje in. Ja. Toch nog iets. Ja. Toch een beetje lief geweest dit jaar. Ja, ja, denk het wel. Genoeg voor één pepernoot. Oké. En deze jonge dame, heb jij je schoen gezet? Ja. En zat daar iets in? Ja. Hoe een paardje, een steek, op en neer. Hij de winkel, heen en alweer. Zijn knijp. Zijn dagen en goed om een soep. Die voet is vijf lekker, zout is de voet. Verse Nicolaas.
En rijd dan niet stilletjes om. Ja, applaus hoor. Applaus. Wat een optreden. Wat een optreden. We zijn allemaal in de Schouwburg aangekomen. De Sinterklaassen, de Pieten zijn er. Het was een mooie intocht. Iedereen is weer herenigd. Het was even spannend of dat die Pietenboot werkelijk naar Kuik zou gaan. Maar iedereen is aangekomen, hè? En nu? Wat heeft Sint beloofd? Iedereen mag zijn schoen zetten vannacht. Fijne Sinterklaas allemaal. Heel mooi. Oh, dat is geen enkel probleem. Goeie.